Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video op het Aapkanaal. Ik ben Maan en vandaag ben ik aangekomen in een lekkere Skywars game. Laten wij lekker gaan beginnen. Ik hoop dat jullie er alvast zin in hebben. Laat dan natuurlijk ook alvast eventjes een likeje achter. En deel het even met je vrienden. Vergeet dat echt niet. Het helpt mij super erg als jij gewoon eventjes simpel deelt. Weet je, misschien denk je van, boeit niks. Maar voor mij maakt het veel verschil en voor jou is het niet super veel werk. Dus als je het zou willen doen is super nice. En in ieder geval, ik vind het super tof dat ik weer een video vandaag upload. En twee, omdat ik niet had kunnen uploaden door school. Dus ik upload vandaag twee video's, zoals jullie waarschijnlijk nu al zien. En let's freaking go. Even kijken, ik wil eventjes speed choppen. Eventjes kijken, zo een hartstikke goede boog. Ik speel ook vandaag met shaders, dat kan soms misschien een beetje irritant zijn. Daar zijn de meningen over verdeeld. Als je het irritant vindt of juist mooi vindt, laat het dan even achter in de reacties. Want ja, dan weet ik wat ik de volgende keer moet doen. Oké, nou goed. Kijk, dat is precies wat ik zocht. Zo. Zit hier ook nog wat nuttigs in? Nee, er zit niet echt nog iets nuttigs in. Ik heb niet een geweldig zwaard. Maar voor de rest zijn mijn spulletjes hartstikke awesome. Even kijken. En oh. Ja, come on. Oh, mensen, dat was een heerlijk schot. Oh, dat was echt een heel mooi schot. Daar ben ik heel erg blij mee. Laat ik anders even hierheen gaan tp'en. Dat is altijd wel leuk om te doen. Je kan me altijd potionen, of course. Maar of het nou zoveel zin heeft om te doen als ik vlakbij je sta. Nou, ik weet het niet. En ik wil je vertellen dat dat niet echt gaat werken. Ik had die gast wel heel snel dood. Ik weet niet wat er met hem mis was. Maar, mis. Dat klinkt ook weer zo lullig, maar in ieder geval, wat zijn problemo was. Nee, don't. Oh, gelukkig. Oké, nou goed. Ik heb het overleefd. Ik kan nu hierheen gaan en dan heb ik strength. Tenminste, heb ik nog strength? Oh ja, ik had nog één hit strength, geloof ik. Dus dat is super nice. En die gast is dood. Dat is hartstikke awesome. Dat betekent dat er nog één speler leeft. We hebben nog één enderpearl. Laten we daar even zuinig mee doen. Even kijken waar deze meneer zich bevindt. Ik denk aan de andere kant. Oh, hij bevindt zich hier. Oké. Daar kan ik op zich wel gewoon tp'en. Viel die nou zich? Let's go to the next round, guys. Oké, mensen. We zijn weer aangekomen in deze nieuwe game. Ik weet niet wat er de hele tijd gebeurt met de grond. Maar het bukt een beetje met de shaders. Moet ik even naar mijn settings gaan kijken. Dat zal wel een foutje van mijn settings zijn dan. Daar ligt niet per se aan de shaders. Maar ik speel wel met default. Dus daar... Dat is niet gebeurd, maar goed. Even kijken. Oké, we zijn weer aangekomen in een nieuwe map. En alweer flikkert het beeld. Het is best wel creepy. Ik weet niet, misschien is het... nou goed, dat komt later wel. Het is niet een ramp. Hé, hier heb ik het niet. Oh, misschien is het gewoon alleen in dat hokje. Doordat ze daar een soort van rare lightning aan hebben gegeven. En laat ik even nu niet vallen. Ik had dat blokje helemaal niet hoeven te plaatsen. Dus ik maakte onnodig risico. Maar goed, weet je, dat maakt op zich ook niet uit. Wat vonden jullie trouwens met de vorige aflevering met Bart van Zoute Popcorn? Ja, of Nooit Meer TV natuurlijk. Ja, ik ben echt hem heel erg dankbaar voor dat hij mee wil doen in mijn opnames. Ik vind het altijd wel leuk, want ik kijk zijn video's al een tijdje. En dat is natuurlijk altijd leuk als die persoon ook jou kent en ook wil meedoen in jouw video's. Geloof mij, dat is hartstikke awesome om het te zien. Dus goed, dat dan. Even kijken of we deze toch nog ondanks zijn noobjes skills kunnen killen. En het antwoord is ja. Dit noobje kon jammer genoeg niet zo goed de game spelen. Maar goed, we hebben hem gekilled. Laten we dan eventjes naar zijn eiland gaan en kijken of hij nog wat leuke spulletjes heeft. Want ja, hij had natuurlijk bijna geen armor aan. En ja, dat is gewoon zonde, want je kan ook gewoon je chest loot. En dan heb je een hartstikke goed zwaard en een hartstikke goede chestplate. Dus zonde, maar goed, we leven. Daar gaat het natuurlijk om. Laten we even weer naar ons eigen eiland gaan. Laat ik deze gast gaan killen. Misschien is het wel een beetje tricky. Misschien kan ik hier wat clean-up halen. Kom op, heb geen strength. En nee, hij had geen strength. Of tenminste, ik hoop van niet. En misschien had hij het ook wel. Dat weet ik niet. Mensen, vonden jullie deze aflevering nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer, mensen. Laters. Laat dus even achter of je shaders wil of niet. Doei doei.